Ik ben Monica, ik ben medium care verpleegkundige en chronische beademingsverpleegkundige binnen de medium care interne geneeskunde en chronische beademing van het UMC Utrecht. Het unieke van deze afdeling is dat we de medium care zorg hebben gecombineerd met de chronische beademingszorg. We zijn ook echt de enige afdeling in heel Nederland waarin die combinatie plaatsvindt. En dat zorgt dus dat je andere zorg levert dan dat je normaal leert ook tijdens je medium care opleiding. Je leert nu om een beademingspatiënten zowel invasief als non-invasief te behandelen. Je mag zelfs de hele canulewissel zelfstandig uitvoeren. Dat is toch geweldig dat je dat mag doen hier, dat je dat eigen mag maken, dat je juist met dat soort mensen ook mag gaan werken. Mijn functie houdt in dat ik de totale zorg draag voor zowel de medium care patiënt binnen de interne geneeskunde en de chronische beademingspatiënt. Dus dat is infuustherapie, dat is artsvisite, beademingsmachines instellen, aanpassen. Maar ook airstacken, dat is bijvoorbeeld ook iets wat we hier doen. Dat je lucht gaat stapelen om de longen gewoon goed te ontplooien en daarmee te zorgen dat iemand goed kan hoesten. Maar ook de inzet bijvoorbeeld van een hoesmachine, dat wat ook eigenlijk uniek is binnen de medium care wereld. Wat ik het leukste vind, is de combinatie tussen het ene moment het chronische patiënt, waarbij je op gewoon in alles een rustig tempo je zorg levert. En anderzijds het acuut moeten handelen bij je acuut zieke patiënt die binnenkomt. Ik kom er aan terug. Als ik gewoon naar mezelf kijk, heb ik gewoon ontzettend veel plezier in mijn werk. En vind ik het juist ook mooi om mijn zorg met een lach te kunnen brengen. En het is inderdaad gewoon heel moeilijk als je een slopende ziekte hebt. Maar ik denk dat je dan juist soms daar een lach moet kunnen brengen. Dat iemand toch heeft kunnen lachen die dag. Dat vind ik zo belangrijk. Waar ik trots op ben, dat ik de medium care opleiding en chronische beademing als eerste verpleegkundige heb kunnen doen. En dat ik nu ook die patiëntenzorg gewoon aan kan. Ja, de medium care patiënt ken je dan wel, maar de beademingspatiënt, toch spannend. Zo'n tracheocanule, van hoe sluit je die beademing aan? En dat je nu merkt hoe makkelijk dat gaat. En dat ik hier op deze afdeling eigenlijk sinds de opening al aanwezig ben. Dat ik mee heb mogen bouwen, daar ben ik wel trots op. Ik heb jaren in de periferie gewerkt. En als ik gewoon kijk, dat vergelijk die zorg met het UMC Utrecht, zie je dat hier de zorg gewoon specialistischer is. Je ziet ook echt patiëntencategorieën die je gewoon in het periferie ziekenhuis niet tegenkomt. Denk aan de thuisbeademingspatiënten, maar ook bijvoorbeeld aan patiënten met HIV, die we ook hier op de afdeling zien. Ja, die zie je niet in de periferie. Deze afdeling is geschikt voor medium care verpleegkundigen die sowieso ten eerste gemotiveerd zijn om de chronische beademing eigen te maken. Je hebt gewoon een uitdagende baan. Je bent als medium care verpleegkundige, mag je chronische beademing gaan doen. Dat op zich is al iets bijzonders wat je gewoon nergens anders tegenkomt. En daarnaast, je mag gewoon helpen bouwen. Je mag gewoon samen met meerdere mensen gewoon een afdeling op poot zetten. Dat is toch geweldig?